Wat is jouw naam? Lindsay. En hoe oud ben je? 10 jaar. 10 jaar. En in welke groep zit je? 7. Oké. Gaan we het eerst even hebben over televisie. Want volgens mij kijk je wel eens tv, of niet? Ja. En hoe vaak kijk jij tv? Soms in de avond. Soms in de avond. En mag je ook 's ochtends of mag je echt alleen 's avonds? Meestal kijk ik gewoon 's avonds. Oké. En hoeveel televisies hebben jullie thuis? Of maar één? 3 of 4. 3 of 4. En waar kijk jij het liefst? Gewoon beneden. Gewoon beneden. Met papa en mama of broers of zussen? Of met mijn ouders, want ik ben enigst kind. Oh, je bent enigst kind. Nou, je ook. Hey, en wat kijk jij als jij tv kijkt? Soms Zep. Zep. En soms Nickelodeon. En wat kijk je dan op Nickelodeon of Zep? Wat voor programma's? Op Zep bijvoorbeeld Spangas of Brugklas. En Nickelodeon, Sam & Cat bijvoorbeeld. Ja, heel leuk. Hey, en als je dan s'avonds tv kijkt, komt er dan ook wel eens iets waarvan je denkt van, goh, volgens mij moet ik hier niet naar kijken. Het is niet voor mijn leeftijd. Nee, bijvoorbeeld dan vind ik het niet leuk en dan zap ik ook meteen door of ik zet de tv gewoon uit. Dan stop je daarmee. Ga ik iets anders doen. Is het wel eens gebeurd dat je hier, dat je dacht van, hier voel ik me niet zo lekker bij? Nou, soms dan hebben mijn ouders ergens naar gekeken en dan staat hij nog op het programma wat, zeg maar. En komt er bijvoorbeeld iets heel vies voor en dan zap ik hem meteen door. Oké, daar kijk je gewoon helemaal niet. Nee. En heb je het er wel eens met je ouders over wat je wel en niet mag kijken? Nou, bijvoorbeeld Nickelodeon, dat vinden ze hele schreeuwprogramma's en dan moet ik hem altijd wat zachter zetten. Dat vinden zij helemaal niet fijn om naar te luisteren. Nee. Nee, oké. Okay. Hey, en als ik even te denken of ik het iets heb over tv. Dus s'avonds.